Hoi, in dit filmpje gaan we oefenen met Lewis-structuren, omdat veel leerlingen dat nogal lastige dingen vinden en ze vaak in toetsen en zo terugkomen. Hoe doen we dat? Nou, eerst even kennis maken. Dit is meneer Lewis. Eh, we moeten een aantal begrippen weten. Eerst is valentie -elektronen. Dat zijn elektronen in de buitenste schil. Dat kun je heel simpel uit het peri afleiden. He, waterstof heeft één elektron, ook in zijn buitenste schil. Helium 2, dan beginnen we opnieuw te tellen in de tweede periode bij lithium. Die heeft er dus weer 1, beryllium 2, boor 3, koolstof 4, stikstof 5, zuurstof 6 enzovoorts. Nou, dit zijn ook de belangrijkste elementen voor de lewis structuur het Tweede is de octetregel. Octet betekent 8, dan is een regel dat elk atoom, en dat gaat eigenlijk vooral om de atomen die hier in het oranje zijn, 8 elektronen om zich heen heeft. Verdeeld over vier paren. En zo'n paar kan een binding zijn, en dan deelt hij die twee elektronen met een ander atoom. Of een vrij elektronenpaar, dan houdt een atoom die twee elektronen voor zichzelf. Nou, dat komt zo wel een voorbeeld. Om het even lastig te maken zijn er ook uitzonderingen. Je kunt ook een uitgebreid octet hebben. Dat wil zeggen dat er niet vier, maar vijf of zes elektronenparen zijn... Nou, dat kan bij stikstof, fosfor en zwavel. Maar goed, als je dat tegenkomt, dan staat het in de vraag erbij. Dus je wordt ervoor gewaarschuwd. En de basis is dat alles aan de octetregel voldoet, maar er zijn genoeg uitzonderingen. Nou, we gaan gewoon oefenen met een simpel voorbeeldje. NH3 om mee te beginnen. Nou, gaan we de valentie-elektronen bekijken. Ik noem het eigenlijk net al: he, stikstof. Je kunt tellen hier in de tweede periode 5 valentie-elektronen. En waterstof natuurlijk 1. Ja, die staat helemaal daar, zeg maar één elektron. Totaal dus acht valentie-elektronen. En als je die over paren gaat verdelen, dan zijn dat er vier. Dat betekent dat we in de Lewis-structuur vier elektronenparen moeten gaan tekenen. Nou, de structuurvermiddel van Na3, die ken je natuurlijk wel, en heeft covalentie 3, dus drie bindingen. En je ziet hier nu ook drie paren staan. En moet er een vierde paar bij, en dat vierde paar komt op het stikstofatoom. En dit is wat we noemen dus een vrij elektronenpaar. Dus niet gebonden paar. Nou, stikstof die heeft vijf valentie-elektronen en heeft er nu ook vijf om zich heen. En die drie bindingen zijn allemaal voor één elektron, omdat hij dat paar deelt met de waterstof. En deze twee houden voor zichzelf, dus dat maakt in totaal vijf. En dat klopt met het aantal valentieelektronen. Gaan we een stapje lastiger maken? NH4, dat bestaat ook. Nou, kijken we naar de valentie-elektronen. Heeft N natuurlijk nog steeds 5 en H1. En dan hebben we er in totaal 9 als NA4 de formule zou zijn. Maar er staat een plusje bij. En dat betekent dat die 1 elektron minder heeft vergeleken met NA4. Dus in totaal 8 valentie-elektronen. En dan hebben we dus weer 4 paren. En die kun je zo tekenen. Maar ziet het er misschien wat raar uit. Je zult misschien zeggen, hey, die N heeft nu een binding te veel. Want N heeft een covalentie van 3 en heeft nu 4 bindingen. Nou, als dat aan de hand is, dus als het aantal bindingen niet klopt met de covalentie, dan heeft het atoom een lading. Nou, wat is die lading? Hier het is natuurlijk een pluslading, dus N en 4 plus. Uh, zet er eerst een cirkeltje omheen om het duidelijk te maken. Hoe kun je die lading nou afleiden? Uh, N heeft nu 4 elektronen om zich heen. Die 4 bindingen die voor 1 zijn. Hij zou er 5 moeten hebben, 5 he, valentie -elektronen. dus heeft hij een elektron te weinig en daarom een pluslading. We zeggen ook wel, de formele lading van N is plus. Het hele deeltje NH4 heeft een lading, maar die lading zit op het N-atoom. Dus dit is de Lewis-structuur van na 4 plus. Nou, bijvoorbeeld van een negatief ion, OH-ion, gebruiken we daarvoor. Hetzelfde aanpak weer, he, valentie -elektronen. 1 voor H en 6 voor O maakt 7 als die geen lading heeft. Nou, hij is min geladen, dus een elektron meer. En dat maakt 8 van elektronen. Dan hebben we weer 4 paren? Nou, we tekenen een streepje tussen die O en die H. En dan moeten we er dus nog 3 paren bij tekenen. En die kunnen we zo om die O zetten. Maar we moeten ook nog iets met die min lading. Dan gaan we weer kijken naar de elektronen, in dit geval om de O heen. Daar komt de minlading. Hoe weet ik dat? Er zijn hier drie paren, 1, 2, 3, samen zes elektronen. En er is nog een zevende elektron, die komt uit de binding hier. Dus er zijn zeven elektronen om de O heen. Hij heeft zes valentie-elektronen, dus O heeft er eentje te veel. Vandaar dat de minlading hier op het zuurstoftoon zit. We gaan we weer een stapje verder. NO2. misschien denk je van ik snap het wel. Zet hem even stil en oefen hem zelf. Valentie-elektronen, ik schrijf ze weer op. We hebben ze al gezien: 5 voor N, 6 voor O. Zonder lading kom je dan op 5 plus 2 keer 6, 17 valentie-elektronen. Hij heeft een pluslading. dus er zijn er maar 16. Dat betekent dat we in dit geval 8 paar hebben. Dan ga ik eerst de bindingen tekenen. Um, ik zet de N in het midden, die kan het meeste bindingen vormen. En, en nu heb ik er alvast vier bindingen omheen getekend. Um, Want ik weet eigenlijk al stiekem dat die plus is. En uh, ik zet die N in het midden, dus ik ga hierna die andere vier paren erbij zetten. Het er zijn vier bindingen, dus nog vier die bindende de paren. En als ik die zo om die Ootjes heen zet, uh, dan hebben die Ootjes mooi aan de octetregel voldaan. En die N die was net al aan de opt regel aan het voldoen. Kijken we nou naar uh, het aantal valentie-elektronen, dan is dat bij O-gewoon 6. Ja, dus twee paren en twee bindingen. Dus er zijn er twee, nog een keer twee. Drie, en dan hier nog de vijfde en de zesde. Bij die O natuurlijk ook. En die N heeft er nu één elektron uh, te weinig. Hè? Vier elektronen in plaats van vijf. Dus die krijgt een pluslading, lading We hadden het net ook al gezien. Dus daar zit de formele lading. Je zou ook wel een structuur kunnen tekenen hè, dat er eentje een, een min-lading heeft en een andere een 2-lading of, of dat soort dingen. Maar we proberen altijd zo min mogelijk verschillende ladingen te hebben. Het is meestal maar 1 plus of 1 min wat je hebt. Dus dit is hier de Lewis-structuur van het NO2-ion. Gaan we kijken naar een uitgebreid octet en dat voorbeeld is hier het sulfation. SO42- en is gegeven dat zwavel een uitgebreid octet heeft hier. Gaan we even de valentie-elektronen tellen? Nou, ze staan onder elkaar in het periode systeem. Ze hebben hetzelfde aantal valentie-elektronen, 6. Nou, SO4 zou dan 30 hebben. En dan zie je 2 minus, zoals hier, 2 meer. Dus 32 valentie-elektronen. En in dit geval hebben we dan maar liefst 16 paren. Nou, ik zet die S in het midden. Uh, die moet het uitgebreide octet hebben. Hier heeft hij een uh, gewoon octet. Maar als ik hem zo teken, he, dit is het maximale aantal bindingen dat hij zou kunnen vormen. He, want hij heeft zes elektronen, dus dat betekent nooit meer dan 6 bindingen. En dan uh, heeft hij S hier een uitgebreid octet. En ik heb al zes paren elektronen getekend, he, die zes bindingen. Dat betekent dat er nog 10, 16 min 6 niet bindende paren getekend moeten worden. En die moet ik verdelen over die ootjes. Nou, als ik het zo doe, en dan heb ik 10 van die oranje streepjes getekend. Dan heb ik hier een O die nou, mooi twee bindingen heeft en twee vrije paren. Goede aan de valentie daar ook. En daar hebben we een O die een min-lading krijgt. En daaronder ook, want deze twee hebben 7 zich heen. Nou, net als die O net in het OH-ion. Dus een min en een min Twee deeltjes hebben hier een formele minlading. En dat maakt het so 42 min. Nou, bij so 42 min kun je meerdere structuren tekenen. En dat noemen we dan mesomere grensstructuren. Het zijn eigenlijk verschillende structuren die je kunt tekenen. En de werkelijkheid is het eigenlijk een soort gemiddelde van die structuren is. Dus eigenlijk is het niet zo dat twee O's een minlading hebben en twee neutraal zijn. Het is een beetje verdeeld over al die o atomen Nou krijg je nou zo'n een grensstructuur... Uh, hier stond het ik van net. Wat er zou kunnen gebeuren, is dat dit vrije elektronenpaar hier een binding gaat vormen bij die S. Dus dit pijltje betekent eigenlijk dat die elektronen zich verplaatsen. Nou, dan zou die S7 bindingen krijgen. Nou, dat kan niet. Hè? Ik zei net al maximum 6. Dan zou deze binding verbroken moeten worden. En deze twee elektronen gaan dan op de O zitten. Die komen eigenlijk hieruit. Gevolg dat die O nu, hè, die hier staat, een meer krijgt. Ja, die heeft maar één binding, zou er twee moeten hebben, dus het lijkt af. Zeven elektronen, nou, we hebben het net ook al gezien, dus een minlading. En deze O houdt geen lading over. Dus eigenlijk zijn gewoon de dubbele bindingen veranderd ten opzichte van deze en de O's met de minlading ook. Nou, kan je nog een keer doen. Ja, dit elektronenpaar zou hier een dubbele binding kunnen vormen. En dan zou die bijvoorbeeld, uh, dit paar, hier alleen op de O gaan zitten. Dat zien we dan daar terug. En dan krijgen we hier dat de minlading hier en hier zit. En... Daar en daar. De dubbele bindingen. Nou, zo kun je een tijdje doorgaan en uiteindelijk kun je hier eh, deze verschillende structuren van tekenen. Ze dus lijken natuurlijk allemaal een beetje op hetzelfde neer te komen. Hè, de werkelijkheid is in het midden, maar dit betekent wel hè, veel van die structuren dat dit een stabiele stof is. Nou, ook dat eh, speelt een rol bij een ander stof, benzine. Gaan we nog even naar kijken. Ik heb hier meteen maar even de eh, Louis-structuur gezet. En bij die C moet je gewoon vier bindingen tekenen bij H1. En deze O die heeft dan nog twee vrije elektronenparen. Ja, als het snel gaat, zet het beeld even stil en probeer hem even zelf te doen. Nou, wat kan er gebeuren hier? Uh, dit elektronenpaar kan hier gaan zitten. Dan krijgen we een dubbele binding. Nou, C met 5, die zou niet kunnen. Hè? Dus als hier alleen maar een dubbele binding zit, moet er eentje weg. Gaat deze binding gaat weg, dan krijgen we hier eigenlijk die elektronen. Dus die C hier, die krijgt dan een minlading. Want die heeft nu een vrij paar en drie bindingen. Dus vijf in plaats van vier elektronen om zich heen. En dat ding, dit was het resultaat van net, kan nog weer verder reageren. Dit paar zou hier een dubbele binding kunnen vormen. Nou, een C met vijf bindingen kan niet, dus deze elektronen zouden op die C gaan zitten. En dan krijgen we hier een vrij paar en de minlading op deze C. Nou, kan nog een keer, deze... Elektronen kunnen hier een dubbele binding vormen. En C met 5 bindingen kan nog steeds niet. Dus die gaan daar naartoe. En dan krijgen we de minlading hier te zitten. En hier is een vrij elektronenpaar. Dit betekent dat vernol een stabiele stof is. Deze vormen zijn grensstructuren die dan allemaal, nou ja, deels zouden bestaan, zeg maar. En wat kun je hier nou mee? Nou, je kan bijvoorbeeld dit verklaren: dat vernol met. NO2-ion, die kwam eerder in het filmpje voor, kan reageren tot deze stof via nitrobenzinol. Als dus je denkt van ja, waar slaat het op? Uh, dit is een hele belangrijke tussenstap in het maken van paracetamol. Toch een aardig wondermiddeltje als je hoofdpijn hebt. Uit die loerstructuren kun je afleiden dat hier die C een minlading heeft. Hè. Die twee kunnen ook, maar we kijken nu even naar deze. Uh, en dat die N dan daaraan kan binden. Wat je eigenlijk wel moet zeggen is dat dit elektronenpaar hier een binding gaat vormen. Dat wordt dus deze binding hier. Dus dit paar hier, dat rode pijltje, die naar die N gaat, heeft hier een nieuwe binding. En, en dan krijgen we dit. Nou, die N die kan uh, dan wel uh, alleen maar binden als dit elektronenpaar naar die O gaat. Ja, dus deze O die heeft nu weer drie vrije paren en een minlading, omdat het een van die uit die dubbele binding hier tussen die N en die O te O is gaan zitten. En dat kan nog weer verder reageren. En deze elektronen hier, tussen die C en die H, kunnen hier een dubbele binding gaan vormen. En dan gaat het H weg als H. Die zie je hier. En dan krijg je dan hier een dubbele binding. En nou, deze dubbele binding gaat dan daar zitten. Dat zien we dus hier rechts weer terug. Daar. En dan kunnen deze elektronen die de binding vormen daar alleen op die ogen gaan zitten. Dat heeft ook weer. Zes elektronen om zich heen, twee paren en twee bindingen en geen lading meer. Dus dit is dan eh, die stof 4 nitro die is ontstaan. Eh, nou, dit stukje blijft hetzelfde. Nou, dit is een onderdeel van een reactiemechanisme. Dat wordt vaak gecombineerd met Lewis-structuren. En dan eh, nou heb je nodig om dit te kunnen verklaren. Want als je niet wist dat deze grensstructuur er was, was het niet logisch dat die NHC plus hier aan zo'n C ging binden. Goed, gaan we naar het laatste voorbeeld. Fenol is ook een zwak zuur. Eh, een alcohol die een zuur is. dat klinkt gek, want bijvoorbeeld cyclohexanol wat erop lijkt is dat niet. En dat komt ook omdat er meerdere, meestal meerdere grensstructuren zijn. Nou, nog even naar kijken. Uh, dit is phenol. En als het een geconjugeerde base wordt, dan zijn er van deze basen meerdere grensstructuren. En daarom is die stabiel. Als je dit met cyclohexanol zou doen, zou je kunnen proberen, zijn er geen grensstructuren. Nou, zien die grensstructuren eruit... Uh, deze elektronen kunnen daar gaan zitten, lijkt een beetje op net. krijgen we hier een minlading. Ja, bijna hetzelfde voorbeeld als net, alleen staat er hier nu niet een O met een, een binding erboven en een pluslading. Dat kan verspringen zodat de minlading daar komt te zitten, of hij kan ook daar komen te zitten. Nou, deze vier verschillende grensstructuren geven aan dat dit een negatieve ion, wat ontstaat als vernol als zuur reageert, stabiel is. Dat vernol dus ook een zuur kan zijn. En het wordt ook wel eens zo aangegeven. In plaats van zo'n vrij paar twee stipjes. En dan wat kortere notatie. Goed, oefen hiermee. Je ziet hier nog een voorbeeldje uit examens. Waarin wat uitzonderingen worden gevraagd. Er zijn examens voor. Nou, kijk naar die vragen. En succes met oefenen.